We moesten net de Daily Mail rennen. En als je 5 rondjes hebt gerend, dan krijg je een mooie fles. Vandaag is het begin van de European Green Week. En in Speeltuin Noordse Park doet mee. Wij willen aandacht besteden aan de activiteiten die we hier in de speeltuin doen om een groene stad te stimuleren. We hebben het over bewegen van mensen. Dus vandaag hebben we een feestelijk startsein gegeven voor de Daily Mile. Om mensen op bewegen te stimuleren. Als je een paar uur al hebt gezeten op school of thuis of wat dan ook, om even lekker een stukje te gaan lopen. We hebben aandacht voor groen in de speeltuin. Je ziet hier dat de speeltuin best stenig is. Een heel groot plein met stoeptegels. Wij denken dat het avontuurlijker kan. Ik zag net ook iemand allemaal stoeptegels eruit trekken. Nou, het idee is echt om letterlijk de tegels eruit te halen en plaats te maken voor groen. Dus met die tegels, die worden hergebruikt, daar wordt een leuke rand van het paadje gemaakt. En vervolgens gaan we zeg maar, in het zand dan leuke planten neerzetten. Deze steen voor Rainier, Rantje, voor Baat. Dus we hebben bijvoorbeeld ouder-kindtuintjes, we hebben een medicinale tuin. En we hebben alvast pompoenen voor Halloween. En het water, wat gebeurt daarmee in deze speeltuin? We presenteren vandaag een heel bijzonder nieuw waterpurificatiesysteem. Waarmee je water uit de Vecht of uit zee zelfs kunt filteren tot drinkwater. Hoe belangrijk is water voor jullie? Schoon en veilig drinkwater? Heel belangrijk. Heb je dagelijks nodig bij het rennen, bij alles. Wat je in het leven doet. Heel belangrijk, want je moet gezond blijven en het is gewoon goed voor je. Je moet gewoon water nodig hebben, schoon water. Als het vies water is, dat is niet goed. Voor ons is drinkwater heel gewoon. Je doet gewoon de kraan open en je hebt drinkwater. Maar dat is in andere landen anders. En we willen hier in Nederland mensen bewust maken van watergebruik in de wereld. Zo, wij pakken de vies water. Het gaat door de purificatiesysteem. Die membraan is zo belangrijk, omdat het maakt de water helemaal schoon. Wat wij doen, wij hebben een beetje mineralisatie. Dan wat wij krijgen in de kraan, is gewoon mineraalwater. Zo vanaf vieze wastewater tot mineraalwater. En hier. Oké, okay. Ik ben benieuwd. Ja. Lekker?